complotten, maar dat zijn affiniteiten, zoals de zender wat hij overleden is. De Pavot was ook zo'n absolute Van Nooy-hater die vreselijke verhalen kon vertellen van die Van Nooy. Maar een fantastisch figuur, die Van Nooy, dus alleen al het feit dat het controversieel is. Ik hoor ook dat dat boek nu dat uitgekomen is, loopt als een trein. Wat ook niet van oude buren boeken die ons jaar. Ik heb goed zeker voorkomen dat we daar op. Je bent daar gaan studeren, ja, en als ik jouw Twitter-account lees, dan staat daar ook op dat je ooit bioloog bent geweest. Dus misschien een beetje een eigenaardige keuze. En is er een verband tussen bioloog zijn of de bioloog studeren, biologie studeren? Je kunt biologie doen als je moet een plant kiezen, planten of dierkunde. Ik heb dierkunde gekozen en binnen dierkunde moest je kiezen tussen morfologisch systematische richting of fysiologisch biochemische richting. Ik heb gekozen voor fysiologisch biochemische richting. Dus wat? Die dus, ja, maar goed, speel dat maar. Maar in ieder geval, dat was dat. Mijn thesis ging ook over de isolatie van een tRNA-suppressorstam bij Agrobacterium tumefaciens. Dus straks moet ik dat ook een keer met u aan de toog. Dat zal geen probleem zijn. Ik weet ook niet meer waarover het ging, maar het heeft te maken met de biochemie en de fysiologie. Ja. Dus in dat opzicht, als ik dat nog even mag zeggen, wat ik nog altijd wat ik verhelderend vind, omdat McGoon, het was die mij daar op patent maakte, hij zei, iedereen denkt, een coureur, qua aanleg, qua talent, dat is in eerste instantie iemand met een lijf, met longen, met een hart, met een vierhoofdige dijspier die abnormaal is, etc. Dat is allemaal onzin. Het eerste wat een coureur moet hebben, is een stoven, is een metabolisme, is een stofwisseling die gewoon ongelooflijk veel dingen kan opnemen en die dingen kan omzetten in efficiënt kan omzetten in energie en op efficiënt transporteren ook naar de spieren die dat kunnen gebruiken. Als je dat niet hebt en je hebt alles, ik heb ook, maar ik heb een beetje darmen die dat voeden, slechte ingewanden, zeker tijdens een uitputtingsproef als een toer, dan is de dood. Dus, Van Stevenant, Hans de Klerk, etc., die laatste eindigen in de toer, dat zijn abnormale wezens op fysiologisch vlak. Dus dat zijn echt uitzonderlijke wezens ten opzichte van de middelmaat. En ik heb het ook, je ziet dan op Freddy Maartens bij ons, alles dat er ligt aan snoepkoeken, alles dat suiker bevat, dat verdwijnt met massa's in zijn mond. En ga ook nooit pinten aan drinken met een coureur, want dat is, gaat u echt nadien. Ga dus echt niet goed. Dat is een feit, de definitie van talent en dan volgt de rest van. We gaan naar de tweede fase in uw leven, naar de jeugdfase. Je bent een schrijvende persoon, de schrijvende Rick heb ik dat getiteld. Je bent een aantal jaren journalist geweest. Je hebt ook vaak 16 keer als ik vernomen van u de tour gevolgd. Voor veel onder ons, en wij zijn allemaal wielerfans en wielerliefhebbers, voor veel van ons lijkt dat zo'n beetje de natte droom, hè. De tour kunnen volgen, 3 weken aan een stuk overal bij aanwezig zijn. Jouw eerste tour in 1989, heb je dat ook zo ervaren? Was dat voor jou ook zo, de jongetje in de snoepkast of in de snoepwinkel staat? En, of was dat toch meer gewoon, ja, ik doe hier maar mijn job? Ik ben begonnen via een advertentie in toen nog de personeelsgids, de voorlopige van JobRed in een nieuwsblad. En ze vroegen journalisten. En ik schreef dan op die vacature. En dat bleek, ik wist niet of dat ging over sportjournalistiek, laat staan wielerjournalistiek. Ik schreef dat op in, dat bleek dan te gaan van over sportjournalistiek. Dat ik zei, ja, ik ben in alles geïnteresseerd. Biologie is ook een synthesewetenschap. Maar ik dacht, ja goed, ik ga toch niet dat examen in stok zetten omdat het plots maar gaat over sport. Omdat ook, de lat lag nogal hoog, dat was het begin ook van dat ze zeiden, een sportjournalist moet ook enige opvoeding of background hebben ook. En wat ik contact heb, was zeer eenvoudig een proces, omdat de legendarische Joris Jacobs, toen zij sport van iets wat, die stuurde mij eerst uit. Mijn eerste opdracht was een nationaal zwemkampioenschap in Antwerpen in het Wezenbeek of Wezenberg zwembad. En dan moest ik iets van 8 of 90 regels, dat was het nieuwsblad, was er nog geen postzegelgazet, maar een broadsheetkrant waar dat er artikels in stonden en geen tidbits.
En ik moest tappen tegen de eerste man over zwemwedstrijden. Ja, je zit er op een tribune en dus volwassen mannen en vrouwen zwemmen om te vlucht heen en weer. En dan moet je dan in over zijn van Jan van Pimperzelen wint de 100 meter vrije slag. Als Jan van Pimperzelen een record heeft gebroken, zijn persoonlijk record of nationaal, dan heb je al een tweede zin. Hij trakt zijn persoonlijk record met 2 tienden. Formidabel. Hij was zeer gelukkig met zijn overwinning. Nog 76 regels te gaan. Maar dan kunnen we zeggen, goed, ik ga schrijven over wat er onderweg gebeurd is. Er is niks gebeurd onderweg in de zwembad. In de zwembad gebeurt niks niet meer. Ze zwemmen om te rapsen. Dat water blijft plat. Dat gaat niet mogen, dat niet te koken. Dat moet in je baantje blijven. Je mag geen afspraken maken met anderen, je kunt geen combinaties maken, je mag niemand een pak geven. Er is niks van verhaal, niks. En ik heb dan het wielrennen ontdekt en dat was, ik ben verliefd geworden op de wielersport, omdat ik hoop, dat is geen pretentie, maar ik schrijf graag. En als onderwerp, ik heb ook jarenlang op de algemene redactie gewerkt, en ik heb ook geschreven over economie, etc. Het mooiste, het rijkste, het volste, het meest epische, het meest heroïsche en hetgeen dat meest zegt over een mens, als waarnemer, dat je kunt overschrijven als wielersport. Geen discussie mogelijk. En daarom vind ik die sport zo fantastisch, omdat het los van het decor dat je al hebt ten opzichte van voetbal, gras is gras, een atletiekpiste is een atletiekpiste, wie rapst loopt, wint, en wielrennen, wie rapst fietst. Maar je kunt hier onder van anders staan en zeggen, ik ga de rapste 260 kilometer, ik ga de rapste zijn van begin tot eind. Er komt daar zoveel bij kijken, dat dan de mens die typeert in goed en slecht, dat het meest formidabel is om over te schrijven. Ja. De Tour van 81 was jouw eerste Tour en we zien dan nog eventjes het podium van toen. Maar ik heb ook nog een keer de eindstand bekeken. Op de volgende slide zien we dat, top 15 staat daar. En ja, daar staan, we hoeven nu niet te bekijken, maar er staan 5 Belgen en 3 Nederlanders in de top 15. Dat is meer dan de helft van de landgenoten van de mensen die aanwezig zijn. Dat waren nogal zijn tijden, hè? Ja, ik heb dat nog meegemaakt. Ik denk dat er toen zelfs 40, 50 Belgen naar de Tour gingen ook. Die heb je dan langzaamaan zien afkaffen. Dat waren de hoogdagen, ongetwijfeld. Dat het ook als journalist is, of als volger? Het leuke dan was dat, daar straalde ook af op de journalist, op de Belgische journalist. Belgen wonnen ritten, Belgen deden mee voor eindoverwinningen, Belgen wonnen de groene trui, de bolletjestrui. Ja, dan kwamen die Fransen, die Nederlanders, minder, die spraken min of meer een beetje Vlaams. Ze zeiden dat ze met Freddy Martens moesten gaan babbelen. Dan moesten ze toch komen vragen aan mij. Maar de buitenlandse journalisten kwamen bij ons vragen van, ja, zij eens, en die gasten van waar komt hij, en et cetera. Dus wij waren steeds belangrijk. En de stof lag voor het grijpen. Wij kenden die gasten ook wel eens gevolgd als jeugdcoureur. Dus dat kwam mee af en ik heb 2 grote golven meegemaakt. De eerste golf was plots dat Ulrich daar ook binnenkomt en dat Duitsland wordt gemobiliseerd als wielerland. Ik ben er al meer dan 10 jaar uit geweest uit de Tour en ik ben dan geroepen geweest tot ongelooflijk hoge opdrachten bij Nieuwsblad en zo. En dan voor de standaard ben ik terug geweest, dus de laatste Tour was in de eerste golf 92 denk ik. En ben dan teruggekeerd in 2001. En in die periode was er een Amerikaan, wiens naam ik eigenlijk niet meer... Lance Armstrong. En die Tour was totaal, dat was megalomaan geworden. Ik heb nog de periode meegemaakt, ik ben niet romantisch, ik weet ook wel, de wereld draait door en evolueert. Maar toen was dat nog een dorp, die had 4-5 wielrennaties. Er was zo'n een verloren geloof Portugees. Phil Anderson, zo Hemst, die kwam dan een keer als Amerikaan, maar dat was niet structureel. Maar nu, goed, het is een mondiale sport aan het worden. Maar ja, het is toch wel, in de Anglo-Saxische wereld is het echt wel vertrokken. Ik heb nog de eerste Tour of the Americas gedaan in, ik denk, 81, nee, wanneer is het Livingstone, 87. Er is dat ene keer een...
Louis Vuitton probeerde de wielersport te exporteren naar Amerika met geld van de Société du Tour de France toen nog, die daar is ook. Ze hebben hem dan ook opgepakt, maar dat was zo het proberen over te planten van iets zonder dat er daar een substraat was. Dat is niet gelukt. Maar nu is dat wel vertrokken. Dat is ook de grote verdienste van mijn idool, Lance Armstrong, dat hij die sport in de Anglo-Saxische wereld heeft gelanceerd. Straks misschien nog even over hebben. Een andere tour van de jaren 80, die natuurlijk heel bekleed en bekend is, en voor veel misschien wel de mooiste tour was die ze gekend hebben, is die van 89 met het verhaal van Vignon tegen de Limon en ook de proloogfarse van Legado en zo. Nu, we weten allemaal, we kennen het verhaal en we weten dat uiteindelijk Vignon die tour net verloren heeft. Maar je kent José de Cobra beter, want je hebt een boek geschreven samen met hem of voor hem. Klopt het eigenlijk een beetje dat Limon eigenlijk, of Lemond, die tour niet gewonnen heeft in die laatste tijd, maar eigenlijk al veel eerder door de tactische superieure wijze waarop dat hij door de Cobra werd gestuurd in dat proces tegenover? Ja, er zijn duidelijke ritten geweest ook al, maar goed, kunnen maar zeggen, als het goed uitgaat, door hetgeen dat de Cobra zegt dat hij moest doen. In bepaalde ritten ook heeft. De Kool heeft dat duidelijk aangestuurd, maar ik ook niet gaan zijn in die laatste tijdrit. Laat ons eerlijk zijn, wij hadden ook al de gewoonte, als toerjournalist, je maakte al je eindstukken op de zaterdag van het slotweekend van de tour. Dus dan zit je terecht te tikken over als gek met een eindinterview met de bolletjestrui, groene trui en ook gele trui. Een paarse trui is, sorry, ja. Die mevrouw ging opkomen als ging over de Giro. Ja. maar dus wij zitten allemaal die stukken te tikken ook tot en met de zondag voormiddag en we zijn er dan vanaf. En dan moest er nog één, alleen die had je de laatste rit, waar in de spurt goed wordt in de tijd, maar dat ging niet meer veranderen. En dat is dan zo, je zit in een decompressie. Het was al, de pestal was in tentjes langs de Champs-Élysées. Het was daar zeer warm, met de zon erop. Dus we hadden een fantastische excuus om zo onze